SJC tegen Quick Boys, Noordwijk binnen tegen Katwijk Zuid. Twee clubs die in 2019 vieren dat ze 99 jaar bestaan. Maar op de ranglijst is het verschil mijlengroot. 34 punten, zoveel heeft SJC er nog niet eens. Tejan zet de actie in bij Quick Boys. Hij is terug in het basiselftal, evenals de geschorste Tim Bloemendaal. En neemt zelf de vrije trap, Tejan, op het hoofd van Nieuwkerk. En dan is het al heel vroeg 1-0. Voor de bezoekers uit Katwijk-Zuid. Jesse van Nieuwkerk zet zijn hoofd tegen de bal, wordt helemaal over het hoofd gezien. Dat kun je je haast niet voorstellen. En hij maakt zijn 8e van het seizoen. En bedankt Kee Tejan voor die puntgave vrije trap. SJC blijft slordig met Van Toor die inlevert. Daar is Kaarsen vandoor. We houden het overzicht. Daar is De Kruis. En die maakt er geen 0-2 van. Had wel gemoeten. Maar de linksbuiten mist deze opgelegde mogelijkheid. Vrije trap van Kaars. Wie komt er tegen die bal aan? Het is Van Nieuwkerk die opnieuw in kansrijke positie komt. Maar nu niet voor de tweede keer tot scoren komt. Quick Boys won 5 van de laatste 6 wedstrijden. SJC verloor juist 5 van de laatste 6 duels. En het is één richtingsverkeer. Tejan, paasje opzij met buitenkant links. De Kruis, nu dan. Weer niet. Het had nu al beslist kunnen zijn. SJC blijft in leven. Mahou, De Kruis. Weer een aanval die veelbelovend lijkt. Bloemendaal, de middenvelder die mee op is gekomen. Maar ook hij krijgt de ballen niet in. En dan vraag je af of er een vloek rust op de aanvallen van Quick Boys. Hoekschop voor de Katwijkers. Ket probeert het. En de aanvoerder heeft het geluk niet aan zijn zijde. SJC wel. Dat het met 0-1 de rust haalt is een klein wonder te noemen. Wissel aan het begin van de tweede helft Lovecchio als extra aanvaller bij SJC. Dat direct richting het doel van Quick Boys gaat. Met Van Dijk die schiet en het handje van Van der Helm en de paal voorkomen dat het zowaar 1-1 had kunnen staan. Met Rick Van Dijk als man die voor het schot zorgt. Dit belooft wat voor SJC. Bosman. De rechtsback komt mee op Ket. Weer niet. Nu Van Nieuwkerk en Haggerty tot 2 maal toe. De keeper vervult een helderrol. Hij zorgt ervoor dat SJC nog steeds in de wedstrijd zit. Krijgt ook de complimenten van zijn coach, Jacques Polak. Komend seizoen actief bij de vrouwen van ADO Den Haag. SJC blijft slordig. Van Nieuwkerk. Quick Boys schakelt een tandje bij. Tejan. Weer in genade aangenomen. Na een akkefietje een tijdje geleden met assistentcoach Dirk van der Plas. Geen buitenspel. Van Nieuwkerk niet egoïstisch. En De Kruis mag dan nu eindelijk zeggen dat hij gescoord heeft. Het is een koud kunstje. Maar het is wel een soepele aanval van Quick Boys. Dit is al heel fraai wat Tejan doet. En Van Nieuwkerk is er eerder bij dan Haggerty. Wordt bovendien nog neergelegd ook. Maar het spel gaat door en De Kruis heeft hem voor het intikken. 0-2. En je bent geneigd te zeggen, de wedstrijd zit op slot. Of heeft SJC misschien nog een konijn die het uit de hoge hoed kan toveren? Van Dijk. Hij is de enige die tot schieten komt bij SJC. Dat geeft wel te denken. Quick Boys heeft een probleemloze middag tot nu toe. Het zou zelfs kunnen werken aan het doelsaldo. Bosman vangt de bal op. Tejan. Weertjima Bosman. Kaars. Dennis Kaars. Haggerty. Het is dat er een goede keeper staat bij SJC. Anders hadden hier enorme cijfers uit de koker kunnen komen. Tesselaar. Op het hoofd van Tejan van Nieuwkerk. Voor zijn linker. Daar wilde hij hem graag hebben. En dan is nu wel echt de wedstrijd gespeeld. Voor de tweede keer is het Van Nieuwkerk die een aanval afrondt. Begint met een met enige fantasie Frank de Boer-achtige voorzet van Jeroen Tesselaar. En via Tejan kan Van Nieuwkerk er 0-3 van maken. Dit ziet er ook weer niet goed uit wat SJC doet. En dan kan Haggerty niks anders doen dan Van Nieuwkerk neerhalen. Scheidsrechter geeft een strafschop.
En waarom is wel duidelijk. De keeper is zich schuldbewust, maar het gaat natuurlijk eerder fout. Cem Shaheen, invaller, staat net in het veld en dan doet hij dit. Het is niet zo heel gedurfd bij een 3-0 voorsprong. Maar je moet toch wat als je als invaller wil laten gelden. Vertrek na dit seizoen naar Alfse Boys. Staat hoog in de pickorde als het gaat om penalties en hier laat hij zien waarom. Dat zie je niet heel vaak op de amateurvelden. En dus wordt hij opgetild door Tejan. Quick Boys gaat een eenvoudige overwinning boeken. Ja, en hij baalt als een stekker. Zoals heel SJC dat doet. Had zich meer voorgesteld van deze derby. Ravensbergen richting Shaheen. Goede controle op de borst en met buitenkant links. Dan maak je een stiftje. En ook nog met je linker buitenkant. Twee goals als invaller. Beter kan dat dus niet. En Quick Boys loopt uiteindelijk toch weg van SJC. De ploeg van Erik Assink rolt de formatie van Sjaak Polak op. En wint met maar liefst 0-5.